Het is vandaag dinsdag 11 januari en ik zit hier tegenover Xander de Rijken zelf. Ja hoor. Zeg, wanneer hebben wij, is er nog een dag geweest dat wij geen podcast hebben opgenomen? Deze week? Nog niet, hè? En waarom doen we het? Nou, ook, we hebben net een stukje van aflevering 350 opgenomen, dat ik daar weer een soort compilatie van ga maken over de... helaas te vroeg overleden Bob Saget. Maar ik wou toch ook eventjes kort met jou het hebben over het hernemen van Bekend en Bescheiden. Oh ja. Want je hebt zondag hier gespeeld en nu is het dinsdag. En je bent hem eigenlijk terug een beetje aan het inspelen. De Bekend en Bescheiden voorstelling. Ja. Hoe gaat dat? Beter met de keer. Ik heb, op dit exacte moment heb ik hem nog maar 2 keer gespeeld. Eén keer hier en gisteren in Melle. Ah ja, gisteren ook, ja. Ja, het is 3. Iedere keer had hem beter. Ja. Dat zijn zo oude hersensynapsen die weer in gang gestoken worden. Van, dat is juist. En is het zoals riding a bike dat het terugkomt? Of moet je het jezelf terug aanleren? Of heb je een andere? Het komt wel terug, hoor. Het is, ik was vooral bang dat ik er wat de affectie ging voor verloren hebben. Ja. Maar ook om, het is moeilijk om uit te leggen, maar de waarheid is, ik onthoud mijn eigen shows niet na de tijd. Als die gedaan is, binnen de week vergeet ik die vaak. Dan is die echt uit je systeem. Ik zei altijd, ik heb zo'n slot voor 2 uur. Als je 2 uur comedy materiaal in je hoofd. Dat is zo'n harde schijf. Als je er een uur in duwt, valt er een uur weer uit. Johnny Mnemonic van de comedy. Johnny Mnemonic van de comedy. Goeie referentie. Obscure referentie. Obscure referentie. Leuk misschien film. Wel de titel van de aflevering. Leuk film. Goeie, een soort Neo, voordat hij Neo was. Hè? Waar wou ik nou vragen? Nee, dat is het unieke. Gelukkig valt er niks. Nee, ja. Ik ben zo blij dat dat opa's pisbokaal die is. Even ruiken? Nee. Het is ook zo koud, het is ook bevroren kunnen geweest zijn. Dus dat is tijd opa's ijslolly. Opa's ijslolly. Smerig. Gaat niet over mijn piebel, hè, deze keer. Wow. Wat ik wou vragen is... ik heb hier natuurlijk al 100.000... toch een hoop comedians gehad. En jij bent wel... Je hebt een soort unicum. Jouw voorstelling is een soort... Je hebt die voorstelling gemaakt in, laten we zeggen, 2009... Ja, 18 eigenlijk zelfs al. Beetje, ja. Eind 2018, begin 2019. Ja, eind 2018 was ik alles beu dat ik aan het spelen was op dat moment. Ja. Want ik heb Kort Life Crisis 3 jaar gespeeld in plaats van 2. Ja. Omdat ik ook Goud voor Bekeken deed, dus ik wou het mijn eigen wat makkelijker maken. Ja. En dan was ik Kort Life heel erg beu. En ik denk eigenlijk dat ik de meerderheid van Bekend en Bescheiden al een beetje in 2018 gespeeld. Ja, ja. Hier een keer. Vanaf wat try-outs en dingen klaar. En eigenlijk Burgondische Belgen heb ik ook gewoon gebruikt als try-out. Omdat ik dacht van, als ik nu echt wil weten wat goed eraan is, moet ik het gewoon hier doen. Ja. Er is geen verwachtingspatroon, die mensen kennen mij niet. Dus heel veel Bekend en Bescheiden is eigenlijk gegroeid in... Ja, en dat materiaal, Burgondische Belgen was een voorstelling in Nederland. Maar dat materiaal is zo universeel dat er echt geen rol uitmaakt of je dat nou hier of in, leuk, of in Nederland speelt. Dus ik denk, ik heb die echt van eind 18 tot de première in maart 2020 sporadisch aan elkaar gelijmd, die show. Ja, en maart 2020. Dus 2019 heb je eigenlijk die voorstel gemaakt, maart 2020 in première. Ja. En dan was het corona. Ja. En goed, dan gaat hij in de koelkast, die wordt verzet, die wordt nog eens verzet. En ondertussen maak je natuurlijk uitgerust en immuun. En een Lotto Arena show. En de COVID special op streamed. De COVID special van Houd voor Bekeken. Houd voor Bekeken. Twee podcasts hier en daar. Podcast erop staan. Ja. Dus je hebt een hele leven ondertussen gehad. Ja. En dan moet je die shows terugspelen. Moet je een show hernemen. Ja. Die eigenlijk al achter in je hoofd zit. Ja. Dus dat gaat over 2 dingen. Dan heb ik 2 vragen. Dan heb ik aan de ene kant... hoe gaat het dan inderdaad om dat materiaal terug te maken? Ja. Maar hoe gaat het ook inhoudelijk? Want die show is geschreven op in een soort state of mind. Ja. En je bent nu verhuisd, anderlief. Ja, ja. Allemaal toestanden. Ja, het enige waar ik sowieso mijn rekening mee hou is...
zelfs had corona niet gebeurd, was ik deze show op dit moment aan het spelen. Ja. Like, dit ging wel het laatste seizoen zijn van die show. Ja. Maar los van corona vooral, ging deze show op dit moment nog altijd doorgaan. Ja, ja, ja. Was jij nu in de reprise geweest hebben. Ja, dus alles wat ging gebeuren, ging nog altijd gebeuren. En als ik corona uit de vergelijking haal, ging die show eigenlijk nog altijd nu doorspelen. Dus ging ik altijd al moeten aanpassen hebben, waar nodig. Ja, maar er is wel een verschil met een show continu spelen en ondertussen nog 2,5 show bijmaken. Het is vreemd, het is heel vreemd. Het grappige is, moest die show bijvoorbeeld nu online komen, like op streams of op YouTube, zou niemand erover nadenken over struikelen, over het inhoudelijke ervan, over klopt het wel en wanneer speelt zich dit af. Want dan boeit het niet meer. Nee, boeit het allemaal niet meer. Terwijl, als je recht over nadenkt, bijna iedere zaalshow van een comedian, of toch een comedian die zowat huiskan- en keukenonderwerpen pakt, zoals mij, is altijd een retrospectieve. Het gaat altijd over wat er voorkwam en niet wat er gaat komen. Nee. Dus niet alleen is Bekend en Bescheiden show van 2020, het is ook een keer een show van 2017 tot 2019. Het is alles wat daar tussen gebeurd is. Ja. We zijn nu 2 jaar verder. Ja. En kijk, het gemak is, het blijft huis en keuken komen. Die onderwerpen staan nog altijd als een huis. Ja, 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 absoluut. Dat verandert niks aan. Dat verandert gewoon echt niks aan. Er zijn een paar vluchtheuvels gebeurd. Als in, het is inderdaad een andere relatie. Ja. Dat is de grootste verandering aan de andere, want je hebt het ook, want ik heb het natuurlijk terug gezien. En je hebt het ook over het feit dat je verhuisd naar Antwerpen. Ja. Ja, en je bent inmiddels weer verhuisd naar Gent. Ja. Dus je hebt het over, daar ga ik verhuisd naar Antwerpen. En dat is, er is alweer een verhuizing verder. Ja. En een lief verder. Ja. Het is, er zijn een paar dingen, 2 stappen vooruit. Er zijn een paar dingen eigenlijk die een start hebben gekregen. Want toen ik de show speelde, had ik nog maar net mijn voorlopig rijbewijs. Ja. Het is net al lang afgehandeld. Nu heb ik een rijbewijs en ik ken een auto. Dus dat is allemaal afgehandeld. Sommige dingen hebben een staartje bij gekregen of zo. Ja. Maar het grappige is, kijk, ik speel hem gelijk dat er nooit iets veranderd is. Behalve dat ik het ding dat echt inhoudelijk de grootste aanpassing nodig heeft, is het relatieding. Ja. Anders ben ik daar over 2 verschillende vrouwen aan het praten. Ja, je hebt het over een ex en dat kan over nog iemand anders gaan ook. Ja, dus dat heb ik al opgelost. Dus ex, dat is dankzij u, dus ex 1 en ex 2. Ja, dat zijn de pauze. Ja, hè, we hadden dus je had pauze gedaan zondag. En ik zei, het is zelf ook, hè? Je voelt verwarrend dat je het over een ex hebt, maar ik heb het ook over een andere relatie die ook al een ex is. Ja. Dus dat het is gewoon ex 1 en ex 2. Ja, dus eigenlijk is perfect. Ik heb dat gisteren dan in Melle volledig een keer kunnen doen en dat het publiek lag daar 1 keer mee en dan is het zo, het is duidelijk. Ja, dat is het helder, hè? Zonder dat je die mensen moet schofferen, of ik bedoel, de mensen in kwestie wat erover gaat, die moet je niet schofferen, maar dat is ook helemaal de bedoeling niet. Nee, het is niet een ex, het is geen slechte ex, het is geen negativiteit over die mensen. Nee, want dat was ook echt de clue van de show. Ja. De regel blijft, het is mijn persoonlijkste show aller tijden. Ja. En wat er dan nu in zit, is wat de bedoeling altijd was, is dat praten over uw ex komt altijd heel kwaad en agressief over. Ja. Zeker als het moppen zijn ten koste van haar of hem. Ja. Maar dit is een show waar ik wel knoopjes afwerk van, maar we gaan hier niet uitstappen met een soort van fuck you allemaal, en dan zijn we weg. Nee, jij bent respectvoller naar je ex dan veel comedians over hun huidige vrouw. Maar ik haat dat door. Dat is ook zo. Ik haat dat. Dat is een baasdingetje als je tegen mij zegt, mijn vrouw is zo dit of mijn vrouw is zo dat. Ga dan weg. Ja, ik haat dat. Ga dan weg. Waarom ben je samen met een vrouw die je niet aardig vindt? Ja. Of die je te dik vindt? Nooit. Of die je dom vindt? Mijn vrouw is zo dom. Ga er dan weg. Ik haat dat echt. Like, de regel bij mij, dat is mijn regel voor mezelf, is ik probeer niet te liegen op die scène. Ja. Dus, en wat ik ook leukste vind, als het een relatiedingetje is, ik ben altijd een debiel. Ja. Ik heb altijd pech. Dat is ook wat het is vaak. En dat is het ook vaak. En dat kan ook dat je pech hebt omdat je vrouw een rare ding in haar hoofd hebt. Ja. Maar jij bent nogal te lul. Ja, ja. Nee, ja, dat vind ik ook. En het is ook zo, en dat soort dingen kijk ik ook over relaties. Ik bedoel, ik heb al heel veel relaties gehad, maar niet zo goed in relaties. Mm-hmm. Maar dat je inderdaad kunt zeggen, dat is inderdaad mijn ex. Maar ik heb daar wel zoveel jaar van mijn leven mee gespendeerd, of zoveel maanden, of whatever. Ja, dan was er ook iets leuk aan. Ja. Anders ben jij de debiel, hoor. Ja, ja, ja. Dus, als jij 2 jaar, of 5 jaar, of 10 jaar, of 3 maanden bij iemand samen bent, en dat is een verschrikkelijk persoon. Ja.
Ja, dan ben jij de achterlijke. Want die kan er niks aan doen dat die verschrikkelijk persoon is. Ja, die ja, is dus gewoon zo. Daarmee, ja, voor mij was echt een punt van... Hè, die show begint met het einde van een relatie van 7 jaar. Ja. En het was voor mij heel belangrijk te zeggen van... Ja, dat was geen afschuwelijke 7 jaar. Ja, natuurlijk niet. We hebben het gewoon niet goed afgerond. Nee. En dat is vaak zo. En dan zit ook een paar... Daar zitten ook een paar grappen. We gaan natuurlijk geen grappen spoileren. We zijn Liv Levijn niet. Maar we gaan... Ja, die deden het er altijd. Ja, die gaan altijd twee. Van die gaan altijd ook zo. Meestal de mop dat je zelf niet echt fier op was. Die mop die erin ligt. Dat was de ene die zij begreep. Nee, maar dat je inderdaad... Dat je daar ook zegt... Ja, tuurlijk zitten er ook slechte dingen aan. Daarom is het je ex. Ja, ja de. En ja. Meestal... Zit dan in het staartje van die relatie. Niet in het begin wanneer je elkaar leert kennen. Ja. Elkaar leuk vindt en elke dag 5 keer neukt. Ja, ja. Dat is niet het vervelende van de relatie. Nee. Dat zit altijd een beetje aan het einde. Nee, ja, dat is gewoon zo. Zou heel vreemd zijn. Maar je moet dat einde niet meepakken. Je moet dat einde ook niet mee blijven dragen. Nee. Je moet dat einde ook loslaten. Je moet denken van, ja maar hey, ho, doe dat nog wel seks. Nee, er zijn zo... Ik heb het altijd al gehad hoor. Maar ik weet nog dat ik zo over cadeaus... Weet dat ik... Zoveel mensen hier kwaad over zijn, als een relatie uiteen op, dat ze denken van, ik heb die ook een keer dag gegeven, ja. Al dat geld dat ik kreeg. Ja. En ik denk altijd van, ja, maar ik had daar toen geen spijt van. Ik heb dat gedaan met, snap je, als je lief een dure cadeau geeft op haar verjaardag, en 4 jaar later loopt dat fout, dan ga ik niet zo zeggen van, ja, nu moet je dat wel allemaal terugbetalen. Denk ik van, nee, ik heb dat wel gedaan. Ik heb dat gedaan omdat dat juist was op dat moment. Ja, in mijn geval was het ook vaak cadeaus om iets goed te maken, dus dan heb ik helemaal geen recht. Nee, maar dat, ja, het is ook wel... en anders, ik vind ook dat als je dat vindt, als je dat wil, dan moet je ook zeggen, je krijgt nu dit, maar als het misgaat, wil ik het terug. Dan, ja. moet je dan bij alles, alle cadeaus hebben een disclaimer. Dat is, ja. Dat is de bron van een goede relatie. Je moet tekenen. Je moet een contractje tekenen. Een prenuptial voordat hij eigenlijk al getrouwd is. Maar, nee, maar goed, het is wat je zegt. Het is wel je persoonlijkste show die je al gemaakt hebt. Ja, ja. Ja, en joh, dat merkt dan een heleboel dingen, zo meestal rond het midden, maar dat zit daar ook voor een reden. Ja. Ja, en dus, ça va, like, dat staat nog altijd als een huis. Ja. Ik was gewoon bang door er 2 jaar echt niet meer mee bezig te zijn, ja. Maar echt niet meer mee bezig te zijn. Ook omdat, weet ik, heb die première in het Capitool, 3 dagen later had het de wereld op slot. Ja. En nog 2 dagen later lig ik te eilen in mijn bed aan corona. Dus die show is zo hard uit mijn hoofd geweest. Ja, door allerlei omstandigheden. En, ja. En dan 3 maanden later zat ik hier 10 dagen op 10 shows op een rij in een Joker over Mark van Rans te schreeuwen. En dus dat... Ja, dat is... Dus ja, dat zat zo ver weg dat het grappige is dat de legende van de show al groter was dan de show zelf. Ja. Dat iedereen die het gezien had of ervan gehoord het wist, er is nog een show van Xander de Rijk, hè. En het schijnt is hem goed, maar niemand heeft die nooit gezien. Nou ja, Capitool natuurlijk hoopvol. Nee, maar ik bedoel, ja, maar relatief gezien hadden 10.000 mensen moeten gezien. Ja, er zijn nog 15.000 mensen die al 2 jaar in het eiland zweven. Ja, die hem theoretisch al 2 keer gezien hebben. Ja, die hem ook al 3 jaar betaald hebben, dus dat is heel frustrerend. Vond je het moeilijker om persoonlijk materiaal te schrijven, of was dat hetzelfde? Of vond je het moeilijk, of vind je dat... Zitten er dan moeilijke nuances? Of denk je van, oh ja, hoe ga ik dat vertellen? Ik heb het er niet moeilijk mee. Het publiek heeft er moeilijker mee. Ah ja. Vind ik persoonlijk. Like, ja. Ik heb echt een zin in die show gestoken van... voel u niet sneu omdat ik hierover praat. Like, als ik op het podium erover praat, ja. Wil ik vaak zeggen dat ik er oké mee ben. Wat is nu? Ik weet niet of het hier nog werkt. Ja, ik ben een beetje paranoia. Nee, sorry, ik onderbreek je. Zeg nog. Nee, dus het publiek trekt zich dan meer aan dan mij. Ja. Waar ik altijd zeg van, maar als ik er hierover praat, is het oké. Ja. Als ik er bij mijn psycholoog over praat, dan ga ik het hier nog niet vertellen. Snap je wat ik bedoel? Like, is dat het cliché van, als je het op podium kunt vertellen, heb je het allemaal verwerkt? Voor mij wel, ja. Ja. Eigenlijk algemeen alles waar ik... kan over praten, wil zeggen dat ik er niet meer zo hard mee zit. Ja. Allee, en dan bedoel ik zeker in comedy vorm. Niet ja, als je ja. Zo een keer je hart wil uitstorten, dat doe ik niet op een podium. Nee, maar als je het kunt relativeren op een podium, dat betekent dat je het een plaats hebt gegeven. Ja, dus ja, ik vertel over mijn dode vader. Ja. Blijf grappig. Ja, dat is een dode vader is een grappig woord. Ja. En ja, weet al, anussen zuigen zich vast aan stoelen als het erover gaat. En zeker als ik dan... dan nog mee lag, want nu de truc is, allee, spoilers, is dood. Hij leeft nog! Voor een goede spoiler! Spoilers, zeg, vertel over mijn dode vader, spoiler, hij leeft nog. Wat? Ja. En is intussen al 3 jaar dood, en ik denk dat hij nog dood gaat blijven ook. Dat kan is redelijk groot. Nou, met alles hoe de wereld nu evolueert, er kan nog een zombie-apocalypse komen. Kan zijn dat ik hem nog terug zie. Ja.
maar de meerderheid van de moppen over hem maak ik voordat hij dood is. Dan wordt er heel hard gelachen. En daarna gaat het niet meer. Dan denk ik, ja, allez, jullie weten van jullie zelf dat het een beetje hypocriet is, hè. Ja, maar dan zijn ze hypocriet in jouw plaats, of dan is dat dan... Ja, dat ja, want daarmee dat ik ook gewoon zeg van, je moet echt geen sympathie hebben. Ze zijn niet voor hem, niet voor mij. Ik vraag er niet achter en hij verdient het niet. Ik kom gewoon, ja, gewoon een beetje voort. Maar ik heb er onlangs met mijn lief over gepraat. Is, weet, ik praat ook over mijn moeder, ik praat ook over mijn zus. Ik praat ook over mensen die who wronged me, of waar ik probleem mee heb. Ja. En het is heel moeilijk om dat te bewandelen, omdat je komt ook heel rap bitter over. Ja. Dat is gewoon. Dus ja, ik moet er goed over nadenken wat ik zeg en hoe dat ik het zet. Ja, en elk verhaal heeft twee kanten natuurlijk. Ja, ja. En, maar dat bedoel ik net. Het grappige is, ik heb dat over mij, dat mensen rapper de andere kant willen geloven. Ja, dat snap ik. Ik denk dat bij mij ook. Het is over heel de lijn, als er een artikel verschijnt, Xander Rijk heeft ruzie met, zou de gemiddelde mens zeggen, wat heeft hij nu gedaan? Dan heeft het niet meer uit. Terwijl niemand, er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja maar. Wat die James Cook is ook geen lievertje. Dat is niet, dat is totaal niet. Het is, ik heb zo een muil, waar het veel makkelijker van uit te gaan is dat ik iets verkeerd gedaan heb. Oh, wat een goede realisatie is dat. Oh, maar ik weet dat al langer, hoor. Maar dat is, ja, ik weet dat. Dus je moet dat, bij dat besef moet je ook in je dagelijks leven, maar ook in je set, moet je dat weten. Ja. En nu lijkt dat, omdat ik dat nu wil opgezien, dat ik een soort van slachtofferrol doe van, ik heb ook problemen. Ja, nee, dat gelooft niemand. Ja. Want je hebt zo'n kop niet. Nee, natuurlijk niet. Ik maak ook dingen mee, maar, er zijn dingen zoals, kijk, als ik een artikel zie verschijnen, Xander Rijk heeft ruzie met Random BV, dan weten we wel wat de oorsprong kan zijn op een of andere manier. Ja, dat is het eigenlijk voor bekeken. Maar ja, dat kan ik bijvoorbeeld wel zeggen, als je mij hoort zeggen, mijn moeder is een kut, ja, ik zou graag dat mensen een beetje mij geloven daarin. Het is niet altijd het verhaal van een of andere kwade dertiger en een of andere arme, oude, onschuldige vrouw. Dat is echt niet waar. Dat mogen we niet doen. Nee. Maar dat heb ik al sinds dat ik met comedy begon. Sinds dat ik het persoon had van de schoolverlater en ruzie met zijn moeder. Vanaf mijn 18 gingen mensen altijd vanuit. Ja, maar ja, ik weet niet wat die moeder was. Ik dacht van, moet ik een boek schrijven om u te vertellen hoe het was? Wat ja, ik heb je gedaan. En dat heb ik twee keer gedaan. Dus dat hielp wel daaraan. Van, ja. Ah, dat heeft hem achtergelaten. Maar dat is bij veel dingen, like als ze weten dat ik een schoolverlater ben, bijvoorbeeld, gaan ze veel rapper vanuit van, zeker een rebelse slechte leerling. Nee, ik ben echt niet dom en ik haat de school niet, maar ik was het echt moe na de tijd. Dat is echt een groot verschil. Ja, en het had ook niks meer met je carrière. Ik bedoel, je ging iets doen en daar had je die school voor. Ik was echt om een duur tijd aan steken in dingen die me niet interesseerden. Dat is echt een groot verschil. Dat was niet zo van, fuck you school. Ik zou het zo zeggen, het is niet dat ik niet naar school ging om dan drugs te gaan gebruiken en te gaan feesten. Dat is ook niet waar. Maar zo'n kop heb je wel een beetje. Dat is wel jammer genoeg. Ik heb te veel drugs in mijn kop. Oh ja. Yep. Zeker toen je nog zo mager was. Oh ja, dat ook nog. Maar, dus, dat zijn dingetjes waar ik moet rekening mee houden. Ja, dat is grappig. Want dat is iets waar je natuurlijk, je denkt, okay, ik ga een persoonlijke show maken. Maar dan moet je wel realiseren hoe mensen jou zien. En dat is natuurlijk altijd belangrijk bij comedy. Maar als jij maakt al 15 jaar comedy, maar dit is de eerste keer dat het echt daarover gaat. Ja, dit is de show waar ik het gordijn wacht achteruit trek en toon dat de motivatie achter bepaalde dingen is. Ja, ja. Weet je, dat is een dunne draad. Het is lachen met mijn vervelende moeder. En totdat je zegt dat ze een hersenbloeding heeft gehad, dan is voor de mensen van, ja, maar nu zijn je aan het lachen met iemand met een beperking. Dat ik denk van, ja, maar dat is nog altijd een heel vervelende vrouw, hoor. Praat gewoon trager. Ja. Allee, praat gewoon trager, heeft een krukkie nu. Allee, het komt op hetzelfde neer. Ja, hetzelfde met mijn vader. Ja. Het is niet omdat hij nu dood is. Voor veel mensen ben je dan heel cynisch, hè? Ja, deel van mijn shtick is ook cynisme natuurlijk. Maar het voordeel is, mensen kunnen het je moeilijk kwalijk nemen, omdat jij mag bepalen hoe jij met shit omgaat. Ja. Dat is jouw recht. Maar heel veel mensen zijn dan plaatsvervangend kwaad, of weet ik van wat. Of vinden dat je over bepaalde mensen niet mag zo babbelen. Fuck you, jij mag doen wat je wil. Ja, de zin waar ik eigenlijk het fierste ben in de show, is... nu heb je compassie met mij, of een soort van raar gevoel omdat mijn vader dood is. Daarvoor was het een onbrekende vader, en daar heb je nooit van wakker gelegen. Daar heb je mij nooit over gevraagd, van hoe voel je daarbij? Dat hebben mensen nooit gedaan. Maar omdat hem dood was, was het in één keer, gaat het? Dan denk je, ja, nu is het te laat. Ja. Allee, nu heeft hij tenminste een reden om er niet te zijn. Hij is dood.
Nu heeft hij een geldige reden. Ja! Hij was 30 jaar afwezig en hij kon er zijn. En heeft het niet gedaan. Nu is hij al 4 jaar dood. Dat is een zeer goede reden om niet te zijn. Ja, ik heb natuurlijk zelf ook mijn relatie met mijn vader. En die is ook overleden. En dan voelde ik ook aan mensen dat als ik gewoon eerlijk en nuchter sprak over hoe dat dan was. En hoe ik mij voelde. En daar soms en niet zijn negatieve kanten ontweek. Maar ook niet zo... Ik bedoel, gewoon eerlijk. Dat lastig is. Omdat over iemand die dood is... over de doden niets van goeds. En ja, nee, over de doden ook gewoon eerlijk. Ja, weet je, ik weet nog... Allee, toen uw vader stervende was... en dan overleden is... Weet je, allee, we hebben het er af en toe over gehad... maar allee, in alles en de 2 of 3 keer dat ik die man ontmoet heb... voelde ik van... was geen verkeerde vent. Nee. Maar had daar ook geen... hoe zal ik het zeggen, gigantische affectie voor. En dat mag, hè. Je mocht een neutrale band met je ouders hebben. Ja, met mijn vader was dat, Dus die man is overleden, dat was pijnlijk, dat was jammer, maar... Ik ga niet ineens doen alsof dat mijn beste maat was. Ja, dat kun je niet maken. Dat gaat niet. Nee. En ik heb die absoluut gewaardeerd. Maar inderdaad, dat je dan over iemand die overleden is, niet... positief bent, of niet alleen maar positief. Over de doden niks dan goed, hè. Dat is altijd het dingetje. Dat is een onzin, zeker in dit land, waar ik denk van, ja, sorry, maar... Geldt niet voor Hitler. Ja, maar ja. Maar ja, dat is toch, ik zeg er geen dan tegen, als iemand walgelijk dood is, dan doe ik een dansje. Ik noem give a shit, hoor. Maar iedereen, alleen niet... Jij zegt het. Ja. En op een podium. Is dat de Xander voor de volgende shows ook, of is dit gewoon, want het is natuurlijk heel grappig dat je aan de ene kant heel veel succes en je ding doet met ben je nog houdt voor bekeken. Ja. Wat jij die heel wel op jouw visie erop geeft, maar wel gewoon op tv aan het bespreken bent. Ja. En aan de andere kant, tegelijkertijd eigenlijk, maakt je die persoonlijke sociale tijden. Hmm. Er zit een bepaalde schizofrenie in. Of is dat gewoon... Die 2 dingen opgeteld. Nee, al mijn shows zijn een reactie op de vorige. Ja, ja. Dat is het. Houdt voor bekeken is ontstaan uit een soort van algemene moeheid met de rat race dat stand-up comedy in het land kan zijn. Namelijk, wij spelen aan een waanzinnig tempo. Ja. En ik ben dan nog een randbeelder voor kiezen, maar nog een driedubbel tempo. Ja, dan ga je ervan nog een halve tempo. Ja. Maar algemeen, allee, bedoel, ik meen het echt, ik kijk. Nog altijd vaak naar Alex als een voorbeeld. Ja. Stappen dat hij pakt in zijn carrière. Ja. Stappen dat ik interessant vind om in te volgen. Stappen waar ik denk, dat is ook anders gedaan. Ja. Bijvoorbeeld toen hij een podcast begon, dacht jij, godverdomme, dat moet ik ook doen. Ja, dat moet ik ook doen, maar opnieuw. zonder beeld. Nee, maar broer. Bijvoorbeeld, ik weet nog dat hij uitgeblust was rond zijn derde zaalshow. Ja. Natuurlijk hield ik er ook niet rekening mee dat Alex Agnew het meeste speelt van ons allemaal. Ja, die speelde gewoon echt vijf keer per week, en 3 uur per dag. En ook in een luxe positie leeft, waar dat hij, tegen dat hij in première gaat, al 60 shows gespeeld heeft. Ja. Wat hij vaak zelf ook vergeet. Ja, ja. Dat niet iedereen die kans heeft. Dat hij vaak zegt, ik ben allemaal moe tegen dat zijn première. Ja, ja, ja. Maar dat waren fouten. Dat ik even sabbatjaar gepakt, bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die ik wel in de gaten hou en aanvoelde. Dus richting quarterlife... Like, was ik echt van, dit is nu wel show 5 of zo. Dacht, het stopt niet. Het is altijd een jaar en een half try-out, een jaar en een half tour. Niet half, altijd dezelfde zaal, altijd dezelfde best. En wat voor bekeken komt er dan uit als een soort van, dan kun je een andere vorm doen. Ja. En dan ga je achter die een bak gaan staan. En dan is het met projectie. En dan wordt dan zijn eigen ding weer. Ja. En dan doe je dat 5 jaar op een rij. En denk je, ik heb nog geen om van achter die een bak te gaan. En te komen en niet constant over James Cook in onze stadsbader te schreeuwen. En daar komt bekend en bescheiden dan uit. Ja, ja. En dan gebeurt corona en dan... want het plan was bekend en bescheiden. En nog 1 HGVB, 5. En dat dan even bevriezen. En dan gewoon stand-up doen. Gewoon weer stand-up doen. Ik was moe van achter die bak te staan en met tv te bezig te zijn. En dan corona happened. En dan ben ik 3 keer zo meer... In plaats van de helft beginnen spelen, 3 keer zoveel beginnen spelen. Ja. En niet omdat ik het leuk vond, maar om in leven te blijven. Ja. En dat heeft... comedy echt verbrand voor mij. Ja, ja. Echt verbrand. Echt een beetje comedy-moeheid. Ja, ik stop er ook mee voor een jaar na dit seizoen. Dus je gaat gewoon even niks meer doen nu. Ja. Weet je, dat is ook iets wat je van Alex moet leren. Je moet er gewoon geen tijdsding op plakken. Nee. Maar ik leef er geen tijdsding op. Maar het is wel bedoeld voor een jaar. Maar ah, ja. Maar
Omdat ja, shows en plannen, je kunt niet zo met je vingers. Nee, nee. Je kunt altijd wel spelen. Allee, nu op de plek waar ik nu zit, ik ga altijd een podium vinden. Sowieso. Moet nu niet zeveren. Maar, nee, nee. Maar kijk, er zijn bepaalde mensen die niet gelukkig zijn met een Sabbatia van Xander de Rijken. Die komen in de vorm van de management. Mensen die 25% verdienen op alles wat ik doe. Die zeggen van, oh, geef het een maand en je zal het missen. Ik zeg, ik hoop het. Dat is de bedoeling dat ik het fucking mis. Voilà. Want nu haat ik het als de pest. Maar is het echt zo? Beetje wel. Maar als je nu zo op het podium staat, is het alles eromheen of is het op podium staan? Alles eromheen. Ja. Ja. In het moment daar, heel gelukkig om daar te zijn. Voilà, dat bedoel ik. Ik ben altijd gelukkig om daar te staan. Nou ja, ik denk dat je, als je, hè, als we dan toch terug naar Bo Burnham gaan, als je daar staat en je vindt dat niet leuk, of je hebt dan een angst daarvan, dan heb je echt een probleem. Nee, dan heb je een probleem. Maar het is geen leugen als ik zeg, had de Lotto Arena niet gebeurd, dan weet ik niet wat ik zou gedaan hebben. Ja. Dat het scheelde echt. Het was, we zijn bezig over een gat van 12 uur, hè, ja, waar het mocht. Alles waar ik naartoe gewerkt heb, en ik ben niet voor geld bezig. Geld is er echt niet mee bezig. Het gaat echt over dit, hè. Ja, je hoofd. Ja. Waar ik aan gewerkt heb. Want ik werd gekke, man. Ik bedoel, ik was van september tot de Lotto, eind november, kleine locaties aan het doen. In het teken van de Lotto. Dus cafeetjes, dingen, en dat dan allemaal gebouwd worden. Van, nee, maar moet je niet komen kijken. Ga maar daar gaan zien. Ja, ja. En intussen zie je wel zo de rest van de comedians weer volle cc's doen. En ik was jaloers. Ja. Niet op hun succes, maar op het ding van, oh, dat mis ik toch ook wel. Ja, zaal, in plaats van 100 man, 400 ja, man. Ja, na 2 jaar open lucht te moeten optreden. Ja. En nu zo wel weer voor 40, 50 man te trainen. Ik vind dat leuk, hè. Maar je miste wel even zo. Ja. En wat dat mij echt had gebroken was, vorig jaar in juli, heb ik zo met Interest in Immuun 2 keer een Minaar kunnen doen. Ja. En dat was eens keer in een jaar en een half of zo. 200 man, en dat was 250, weer, en dat merkt ook aan de captatie van Uitgerust in Immuun in het OLT. Ja. Dat is een hele strakke show. Als het, mijn tempo ligt daar heel hoog. En ik merk dat aan, ja, die is geboren in slechte omstandigheden. Ja. In open lucht, vechten tegen natuur, wind, kleine water. Cafés. Kleine afzuwelijke cafés, zoals de Joker. En als het dan voor een plek staat waar alles klopt... Ja, dat dak gaat eraf. Dat, ja, ja. Dus, allee, ik ben heel fier op Uitgerust in Immuun. Dus ja. Als het dan gaat over persoonlijk, daar zitten ook heel veel persoonlijke... Dat is ook lollig ding, maar er zitten ook heel veel persoonlijke stukken. Het gaat letterlijk over je coronabesmetting. Ja, het gaat over mijn coronabesmetting. Dus het voelt wel aan alsof dat de nieuw... Het blijft allemaal Seinfeld-achtige observaties. Ja. Maar wel vaak observaties over jezelf. Over hoe jij in het leven staat. Ik denk, een heel belangrijk... En minder over... Zeg, dat zag je van... eten is toch klein in het vliegtuig? Ja, inderdaad. Iets heel belangrijk daarin was eigenlijk echt Daniel Slos. Ja. Het feit dat ik eind 2019 en begin 2020 Daniel Slos 2 keer live gezien heb. Ja. Op 2 verschillende manieren. Namelijk in try-out voor 80 man. En met een rodeerde show van 3 jaar in een volle Narenberg. Ja. En echt een regel die ik ken... In comedy en in alles wat hij doet van schrijfwerk, is schrijf het jezelf. Weet je, dat is het ding dan altijd, schrijf het jezelf. Ja, ja. Je zegt ook tegen mensen hier op het podium, wat doe je? Wat doe je van job? Wat maakt er mee? Vertel daarover. Ja. En vreemd genoeg deed ik dat dan toch nog niet helemaal. Te weinig of zo. Ja. En nu doe ik dat letterlijk. Nu doe ik dat echt letterlijk. Dat grappig dat is, het fucking Viagra-verhaal, Uitgerust in Immuun. Ja. Ja. Dat is waar gebeurt, hè. Ja. Dus daarom blijft dat fucking hilarisch. Omdat je dat van kop tot teen, tot tip van peniske vertelt. Ja, ja, ja. En alles eraan is lollig. Wat is allemaal waar gebeurd? Ja, en nu ook, hè. Want je vertelt nu een verhaal in het appartement wat je in Antwerpen gaat. Ja, wat er allemaal gaande is. Ja, ja. Dat is ook heel erg, ja, ook dat. Ja, of ik in de fitness. Allee, ja, het Ironman verhaal. Ja. Het Ironman verhaal, zonder, dat is geen spoiler, dat is gewoon het naam van een bit. Ja. Ik denk dat een vriendin van mij zei dat ze daar het hardst ooit gelachen heeft. En dat ze die stuurde van, ik heb al, het is 2 jaar geleden dat ik nog eens zo met tranen met tuiten gelachen heb. Dus... En dan zien we, cultuur is toch belangrijk in deze tijd. Ja, maar het fijne is ook, en op een bepaald manier beantwoord ik uw tweede vraag, waarvan ik ze niet helemaal weet wat ze nog was, maar ik denk dat het juist is. Ja. De respons dat ik nu krijg, ondanks nog maar na 2 shows, is, mensen zijn heel blij om iets te zien dat 2 uur niet over corona gaat. Ja, ja, ja. Ja. Ik was bang, omdat het zich afspeelt in een op een planeet, pre-coronatijd, waar alles mag. Ja. Het is de show over naar Nefteling gaan en reizen. Ja. En van alles en nog wat.
Ja, je hebt niet de neiging om te zeggen, ja, toen het nog mag. Of toen het... Nee, je benoemt gewoon... Het is gewoon... Dit is een prequel. Het is een prequel comedy show. Dit vulde... Oh, ja, dat bedoel ik. Dan zijn we terug aan het begin. Dit is de eerste... Na al die jaren, de eerste prequel comedy show. Een comedy show die geschreven is, dan in de koelkast heeft gezeten en eigenlijk zich afspeelt voor twee of drie andere shows. Ja, dit is mijn Black Widow. Nou, het is gelukkig beter dan Black Widow. Dat wel, maar mensen kijken er ook naar van... Nu, hopelijk zo is iets minder sexy, met alle respect. Maar... mensen kijken er maar en denken van, is oké, okay, maar dat 2 jaar vroeger mogen gaan en ik denk niemand een contract moest afwerken. Dat is het ook echt. Dat is letterlijk bekend. In de dus, zij gaat een jaartje stoppen. Ja. Nee, eerst wil ik weten, ik neem aan dat Lotto Arena is opgenomen. Is Bekende Bescheiden ook al opgenomen of moet die nog opnemen? Nee, Bekende Bescheiden, die ging normaal op... Die ging en die gaat normaal opgenomen in de Elisabethzaal. Ah ja. Het probleem is wanneer dat die doorgaat, want... Ja, de volle zaal moet de volle zaal. Ja, de 15.000 man blijven hangende. Ja. Want we zitten beperkt op 200 man, dus dat... Ja. Dus het begint spannend te worden voor mijn management, want zij weten dat... Als we het weer moeten gaan verzetten vanwege corona, ga je hem dan terug verzetten? Of zeg je dan van, dan haal ik de stekker eruit? Goh, ik ga echt eerlijk zijn, had ik de stekker al kunnen uithalen, had ik het al gedaan. Ja. Maar als we nu zeggen, ja, je moet hem 2024 spelen. Ja, dat ga ik niet doen. Dat gaat ook. Ze weten dat ook. Ze hebben ook gezegd van... En wat is je limiet? Tot waar denk je van, ja, tot daar wil ik het nog? Ik bedoel, gewoon tijd, hè? Nee, ze weten, en dat veroorzaakt heel veel problemen. Ik heb gezegd, Bekend en Bescheiden eindigt in juni of juli. Eender wat de pandemie 22. Doet. Ja, eender wat de pandemie doet, ik ga hem niet meer spelen daarna. Het breekt mijn hart. Het was de show bedoeld om 3 jaar mee te gaan, maar 2 jaar ervan hebben we gespendeerd in een pandemie. Hij is 3 jaar meegegaan, alleen 2 jaar heb ik niet gespeeld. Godverdomme. Nou ja, hopelijk... Hopelijk komt het gaat er, nu heb ik zoiets van, de Rijken ga je dat doen, maar ik weet, ja, op duur gaat hij, net zoals Quarterlife Crisis, dat gaat raar worden om niet te blijven spelen. Quarterlife Crisis heb ik ook 2 of 3 jaar gespeeld na het einde van de relatie waar alles op gebaseerd is. Ja, nee, over relatie, ja, ik weet dan nog dat je, nu moet ik mijn materiaal aanpassen, want het gaat niet meer over mijn vriendin, maar over mijn ex. Maar als je ex zegt, helemaal wat je daarnet ook zei, dan is het ineens een heel andere vrouw geworden, terwijl het gaat om dezelfde dame. Maar als je die ex noemt, dan is er ineens dan is er conflict. Ja. Ja, dat weet ik nog. Ja, absoluut. Dus ja, eender wat de pandemie beslist. Kijk, als dat mij lachen, als het zo'n mooie wereld zijn, dat alle 15.000 mensen gewoon al lang hun geld terug gehad hebben en we starten weer van nieuw. Ja. Wanneer dat kan. In plaats van dat we nu weer... Ik denk dat de meeste dat nu verzet is van de officiële... Dus Brussel en Madeleine, ik denk dat dit de 3e of 4e keer is dat die verzet is. Ja, precies. Of gaan we die mensen met hun ticket? Dat slaat nergens op. Hey, en Lotto Arena is wel gecapteerd. Ja. Die komt op streams, ja, midden februari momenteel. Okay. Alright. Het kan zijn dat er nog mee geschoven wordt, maar we zijn daar... Maar daar zit geen materiaal in van Bekend en Bescheiden. Nee. Nee, dat hebben we heel bewust losgehaald. Ja. Omdat je wist, mensen gaan er nog... Ja, en dus mensen gaan niet moeten klagen, want die show is 40% nieuw materiaal. Ja. Voilà. Er zit een volledig nieuw uur houdt het voor bekeken in die show. En like een kwartier gewone stand-up. Ja. Ja, nee, die normaal is midden februari op streams, maar die kan zijn dat die verzet wordt. Omdat we ook een beetje aan het afwachten zijn wanneer dat een tour weer mag losbarsten. Ja. Gewoon om de promo... Dat allemaal een beetje samen... Alles in hand loopt, ja. En ja, geen stand-up, wat dan wel? Podcast, sowieso. Ja. Nieuw seizoen, ja, verder gewoon met... Podcast lopen door, ja. En ben je nog aan het kijken? Ja, ben je nog aan het kijken en Mosselman of 2 lopen sowieso door. Hé, shit, weet je wat we nog niet gedaan hebben? En nu begint het wel te dringen, Vlaanderen Videoland. Ja, is er nog hoop? Ja, hij is open, de videotheek. Ik ben er geweest en ik heb gezegd dat we hem gingen interviewen. Hij vond het wel prima. En hij is nog open in het weekend tot en met april, denk ik. Ah, oké, is goed. Dus we hebben nog een paar maanden, maar we moeten het wel doen. Ik wil wel die man sowieso... Ja, we gaan die vastleggen voor het nageslacht. Ja, dat moet. En als een DVD's opkomen. Naar de Videoland, dat is de 3e podcast. En wat nog? Ik weet het niet. Ik denk dat ik misschien wel wat schrijfwerk wil gedaan krijgen of zo. Ah, ja. Maar ik heb nog een boek? Nee, dat weet ik nog niet. Ik weet het echt nog niet. Misschien dat ik wel een piloot voor iets probeer te schrijven. Ah ja. Zo wat tv maken dat iemand anders het kan afzeiken. Ja. Maar zo, ja, niet met een deadline of iemand die in mijn nek ademt. Ik ben niet vergeten. Nee, maakt niet uit. Doet er niet toe. Dat de show moet beginnen. Ja, ik ben niet vergeten. We gaan beginnen. We gaan beginnen! We beginnen dan binnen 2 minuten gaan beginnen. We zijn met 2 meter bezig. Alright. Ik denk dat ik ga het podium opschoppen. Wat denk je daarvan? Koen de Bouw zit al 2 minuten te wachten. Naar het schijnt, maar ik weet het nu niet, maar we zitten hier in de kelder. Maar naar het schijnt is Koen de Bouw aanwezig om te zien. Herman Verbrugge was er zondag.
Wat een BV-parade. Alle BV's willen je gezien hebben. Grappig, ik word zo die gast dan zo... Ze gaan niet naar de Lotto Arena, maar ze willen het wel zo zien in 60 man in een klein keukentrofee. Ja. Ja, maar... Nee, je wordt een beetje de Geert Hosten van de comedy. De BV's wel helemaal de BV's, in het ja, ja. Ja. Nee, nee het was eerst Marksje van de Kampioen en nu is Koen de Bouw. En nu is de premier. Matthias... Matthias Schoenaerts komt kijken naar de podcast. Ja, ja, kijk of zijn er film in de top 10 zit. Ja, waarschijnlijk. Lieve vriend, yes. Zeer veel succes met Bekend en Bescheiden en alles wat je nog doet. En, ja. En we gaan nog een videotheek afdoen ook. Dat is natuurlijk. En ja, tot snel. Ja, tot morgen waarschijnlijk. We gaan morgen wel weer verder. De volgende podcast. Deze is weer iemand dood. Zeg, Betty White. Wil je wel een paar dingen over zeggen? Nee, ja, goed. Nee, ik ga wel. Sydney Poitier en Pieter Bogdanovic ga ik nog een podcast over doen. Maar goed. Xander Lerken, bedankt. Yes. Als je niet gekregen.